Foppe van de Polen. Het is een voldoende rastypische hengst met een sterke en correcte bouw. Het hoofd kan wat sprekender. De langgelijnde hengst. Het B-werk straalt veel kwaliteit uit. Foppe van de Polen is 14 dagen later aangeleverd en heeft hierdoor ook 14 dagen later het rijexamen gedaan. Hij heeft zich sterk ontwikkeld. In het begin was er veel spanning, maar in de loop van het traject leerde hij zijn bovenlijn meer los te laten. Dat kwam zowel de stap als de draf te goede. De krachtige draf is lichtvoetig, zeer actief met veel buiging in het spronggewricht. De arbeidsdraf heeft veel balans, ruim voldoende gedragenheid en ruim voldoende zweefmoment. Foppe heeft een goede instelling, veel inzet en veel bereidheid tot werken. En hij geeft de ruiter en de manager een fijn gevoel. Foppe van de Polen heeft talent als rijpaard, veel talent als rijpaard en veel talent als men- en tuigpaard. Foppe van de Polen is een zoon van de nu achtjarige en tweede premie stermerrie Marit van de Polen, vader Jisse. Het is een correct en sterk gebouwde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. De stam is verder opgebouwd met vaders van Jisse 433 en Anton 343. Foppe van de Polen kan bouw, bewegingstechniek, instelling en bewerkbaarheid verbeteren. Foppe van de Polen wordt ingeschreven met de naam Friso 518.